Prima omstandigheden op het sportpark De Rietlanden in Emmen. En het talrijke publiek dat is afgekomen op deze wedstrijd ziet al na 1 minuut de eerste kans voor de thuisclub. Het is een kopbal van Marvin van der Meer. Maar zijn inzet gaat via de keeper en de paal niet in het doel. Het was de eerste grote mogelijkheid voor DZOH. Even later dan opnieuw een corner, Roy Stroeven. En dan komt de bal voor de voeten van Martijn Klingerberg. En na 7 minuten staat het 1-0 voor DZOH. Ja, een beetje geknoei natuurlijk in de verdediging van de gasten. En dan is het Martijn Klingerberg die het gaatje ziet en brengt de koploper op voorsprong. DZOH was in die fase met name gevaarlijk vanuit standaard situaties. Hier mogelijkheid Marvin van der Meer, maar ook hij heeft geen succes. Klasineveen speelt wat slordig in die beginfase van de wedstrijd. En vooral achterin ook wat angstig. Diepe bal hier. Komt de bal uiteindelijk voor de voeten van Jeroen Smit. Ja, laat zijn tegenstander staan. Probeert dan een medestander te vinden. Vindt hij ook bijna in de persoon van Ralf Kuipers. Maar opnieuw geen succes. Na een half uur spelen eindelijk dan wat meer aanvullende daden van de gasten uit Klasineveen. Danny Jaspers. Ja, komt die bal in de 5 meter. Uiteindelijk voor de voeten van Stefan Berndsen. Maar zijn inzet gaat rakelings langs de verkeerde kant van de paal. Vrije trap dan, Patrick Bloemberg. Kopbal en een goede parade van keeper Nick Schepers. En dat levert een hoekschop op voor Klasineveen. Snel genomen. Ja, komt die bal opnieuw in de 5 meter. Schepers probeert in eerste instantie nog te redden. En in tweede instantie is die kansloos, althans volgens scheidsrechter Horst. Die staat op de achterlijn en ziet dat de bal over de doellijn is. En na 36 minuten staat het 1-1 door een doelpunt van Ivan Lambers. Dat is ook de ruststand. Eerste kans in de tweede helft is voor DZOH. Maar de vrije trap wordt keurig gepakt door Dennis Lippold. Hij is de vervanger van de geschorste Justin Verschoor. Even later dan hier een overtreding van Danny Jaspers op Ralf Kuipers. En beide spelers krijgen rood. En dat heeft vooral te maken dat Danny Jaspers de overtreding maakt en Ralf Kuipers buiten beeld Jaspers omduwt. Geel was misschien beter op zijn plaats geweest. We gaan dan richting slotfase van de wedstrijd. Balbezit voor DZOH. Ja, vreselijke blunder hier van Tim Middeljans op Nick van der Sleen. En kijkt u eens, 8 minuten voor tijd. Een geweldig schot van de goaltjesdief van Klasineveen. 2-1 voor de gasten. En dan is het balen voor Nick Schepers. DZOH speelt dan nog een alles of niets offensief. Vrije trap van Roy Stroeven. En dan wordt er binnen de 16 meter een overtreding gemaakt door Barry Hogeveen. Althans in de ogen van de scheidsrechter meneer Horst uit Warffum. En dat levert de thuisploeg de ideale kans op om toch nog een punt te pakken in deze wedstrijd. Roy Stroeven. En via de handen van de keeper komt de bal op de paal. En zo wint Klasineveen met 2-1. En verliest DZOH na 16 maanden eindelijk weer eens een wedstrijd. Ja, we hebben het al eerder gezegd. Hij zit er natuurlijk een keer aan te komen. En je hebt de tegenstander niet voor het uitzoeken waarvan je wil verliezen. En die jongens willen natuurlijk heel graag tegen Klasineveen de winst pakken. Dus ja, deze komt misschien nog wel even wat harder aan. We willen met de hele groep graag de nacompetitie halen. En ik denk dat dit een hele grote stap is naar de nacompetitie. En ik denk dat het bovenin weer aardig spannend wordt. Deze week krijgen we weer een redelijke druk. Ik weet niet wat de uitslag is van Zuid-Laren, maar ik hoop dat die gunstig is, zodat we de druk op deze week kunnen opvoeren. En Zuid-Laren kwam niet verder dan een 1-1 gelijkspel bij VHK. Dit is de nieuwe stand. DZOH is koploper met 48 uit 19. ZFC Zuid-Laren volgt op 8 punten. En Klasineveen staat op plaats 3.